Deze vervallen fruitmuur aan de Poeldijkseweg in Kwinshul wordt misschien nooit meer opgeknapt. De muur staat al jaren ingepakt omdat die anders vanwege de slechte staat omvalt. Officieel is het een rijksmonument en de gemeente Westland is eigenaar. De politiek weet zich geen raad met de bouwval. De meningen lopen dinsdagavond uiteen. De een pleit voor afbreken en opnieuw opbouwen, terwijl de ander liever ziet dat een zware storm een einde maakt aan de fruitmuur. Is het mogelijk om van het afbreken en opbouwen van de muur, misschien gedeeltelijk, een ervaringsproject te maken samen met de metselaarsopleiding van ROC Mondriaan? Afbreken zonder herbouw is voor ons dan ook geen optie. Ook al vanwege de extra functie van geluidmuur ter bescherming van de achterliggende nieuwe woonwijk die de muur ondertussen gekregen heeft. Meneer Voskamp van LPF biedt hem aan een liefhebber. Nou, zoals u hoort zijn er in Westland heel veel liefhebbers, maar ze hebben zich nog niet gemeld om de muur van ons over te nemen, want wellicht willen we dat dan in welwillende overweging nemen. Voorzitter, bij interruptie. Misschien een mogelijkheid om hem een keer op marktplaats te zetten. Waarvan akte? Kortom, verdeeldheid alom. En mijn fractie staat op de instelling dat 2,5 ton uitgeven voor een oplossing die er niet toe doet, dat moeten we niet doen. Of je doet het goed, maar daar hebben we een miljoen voor nodig, of je doet het niet. Er volgt een schorsing. Kort daarna komt een aantal oppositiepartijen met het voorstel om €900.000 uit te trekken voor de afbraak en opbouw van een muur op de huidige plek. Aangevuld met subsidie vanuit de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Maar ook dit voorstel strandt. Ik kijk rond wie is voor dit amendement. Dat is de fractie van GroenLinks, van D66, van de Partij van de Arbeid, van Westland Verstandig. Hiermee is het amendement verworpen. En zo blijft na jaren van een krakkemikkig uiterlijk de toekomst van deze muur onduidelijk. Het genootschap Oud-Westland waarschuwt al langer dat het eeuwenoude eigen karakter van het Westland verloren gaat. Denk maar aan woningbouw, pal achter de druivenkwekerij Zonnehoek in Kwinshul. Het plan was om voor dit rijksmonument, waar ook een nieuwbouwwijk komt, eilanden aan te leggen. Het genootschap overtuigde de raad onlangs om daarvan af te zien. Voorzitter Wil van den Bos hoopte dat de gemeenteraad ook de fruitmuur zou omarmen, maar helaas. Hij doet een oproep aan wethouder Ouwendijk. Ze kunnen hem zo niet laten staan. Ze moeten er wat mee. En ik denk dat de gemeente, en dat is ons advies, in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een plan moet maken. Hoe kunnen we die fruitmuur voor het nageslacht behouden? Ze moeten echt in overleg nu. En ik denk dat de wethouder dat moet gaan doen. Zelf, niet een ambtenaar, maar de wethouder. En die oproep doe ik nu ook. Om in overleg met de Rijksdienst te zorgen dat die fruitmuur voor het nageslacht behouden kan worden. Bekijk een langer gesprek met Wil van den Bos op wos.nl.